De wedstrijd Vicente tegen Groningen was er één om snel te vergeten natuurlijk. Kan jij dat zelf ook wel snel van je afzetten of speel jij die wedstrijd nog wel een aantal keren af? Nee, ik bekijk hem wel zelf, maar je moet hem gewoon zo snel mogelijk vergeten. Ik had wel verwacht dat wij iets konden doen daar. Nou, dat was niet gebleken en dan moet je gewoon verder kijken. Nou, praten jullie als spelers onderling daar dan ook wel heel erg veel met elkaar over van hè? Hoe kan het en hoe moet het beter? Tuurlijk, en dat is ook de enige manier om het beter te gaan doen. Is door met elkaar te gaan praten, met de trainers gaan praten van hoe kunnen we beter staan, hoe kunnen we feller beginnen. En dat doen we ook zeker. Zondag staat de thuiswedstrijd tegen Sparta op het programma. Wat weet jij nog uit die uitwedstrijd daar? Dat was ook geen makkie, maar we hebben in de beker van hun gewonnen, dus laten we het weer doen. Ja, zo'n wedstrijd die je dan dik verliest, dat kan niet anders dan revanchegevoelens oproepen natuurlijk voor komende zondag. Ja, bij mij zit het natuurlijk nog wel op mijn netvlies en ik denk bij de andere boys ook. Dus we hebben er gewoon zin in en we gaan er gewoon voor. Keihard erin beuken en goed met lef spelen en dan kijken hoe het gaat lopen. Waar vind jij dat bij Sparta de kwaliteiten liggen dit seizoen? Ik denk in hun tactiek en ze hebben ook een aantal individuele spelers die goed zijn aan de bal. En als je die kan afstoppen, dan heb je al heel wat. Daar is Bezuijen, daar is Bezuijen en daar is Bijlo. Voorzet is goed en daar is het doelpunt voor ADO. Je bent nu een half jaar bij ADO Den Haag. Je bent hier met een duidelijk doel gekomen. Hoe ver ben je nu? Hoe ver ik ben? Ik ben wel dankbaar. Ik speel veel. Dus dat is ook een van mijn doelen in het begin van het seizoen. Ik denk dat ik nog niet ben waar ik wil zijn, ook niet waar wij willen zijn. Dus het rendement kan hoger, als team kunnen we beter voetballen. Maar persoonlijk ben ik wel dankbaar voor de minuten die ik speel. En daar wil ik gewoon op voortborduren. En sterker worden, meer goals gaan maken, meer assists gaan maken. En nog belangrijker gaan worden voor dit team en voor ADO. Als je de wedstrijden ziet in de Eredivisie, dan zie je ook dat concurrenten om je heen ook langzaam maar zeker puntjes gaan sprokkelen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik kijk niet naar anderen, ik kijk gewoon naar ons. En ik richt ons op ons team. Wij moeten gewoon ons best gaan doen, punten gaan pakken. En dan gaan we de rest, daar gaan we geen eens over praten. Dat zien we dan wel. Eerst op onszelf letten.